Welkom bij deze speciale Kennisnet-podcast. Hij is speciaal omdat we hier bij de Sint-Wilfram-school in Hoogwoud zitten. Maar hij is ook speciaal omdat we deze keer video erbij hebben. En als je nou de podcast aan het luisteren bent en je denkt, hey, ik wil ook wel video kijken, dan moet je even in de afleveringsnotities kijken voor de link. Ik zit hier dus bij de Sint-Wilfram-school aan tafel. Ik ben Els Boy. Mijn batterij zal wel aan worden geladen. Met een robot. Ik ben Els Boy, ik ben adviseur bij Kennisnet op het gebied van technologie en innovatie. En ik zit hier met Juf Tamara van de Wilframschool en met Koen Hindricks van Robots in de Klas. En met mijn collega Wietse van Brugge en dus met Tobor de Robot. Willen jullie je ook eventjes voorstellen? Koen. Ja, ik ben Koen Hindricks, ben onderzoeker aan de TU Delft. Door jarenlang onderzoek naar sociale robots. Robots die een beetje lijken op mensen en waar je interactie mee hebt als mens. En sinds meer dan een jaar ook oprichter van robotsindeklas.nl. Samen met twee andere partners van mij, Joachim de Geef en Joost Broekes. En ja, dan zijn we een onderwijsrobot aan het maken voor basisonderwijs. Ook voor het voortgezet onderwijs. Dankjewel. Heel erg leuk om het in de praktijk te kunnen brengen. Ja. Nou, ik ben Tamara Koopmans, leerkracht op de Sint-Wilfram. Ik ben nu leerkracht van unit 345. Daarvoor al wat kleuters gehad. Ik ben ook ICT'er binnen de school en ook wetenschap- en techniekcoördinator. En ik ben met Tober aan de gang in de klas. En ook mijn collega's aan scholen, zeg maar. Dus dat is mijn rol. Leuk. Ja. En Wietse? Ik ben Wietse van Brugge. Ik ben net zoals Els adviseur bij Stichting Kennisnet. Ik heb me bij Kennisnet altijd bezig gehouden met innovaties, ook veel met digitale geletterdheid, waar denk ik robotica zeker in deze vorm ook wel mee te maken heeft. En we zijn bezig met het nieuwe trendrapport, waar denk ik robotica ook een onderdeel van zal zijn, wat we daarvan verwachten en wat je ermee zou kunnen. Oké, en Tobor, wil jij je ook even voorstellen? Ik begin met de presentatie. Ik ben Tobor. De onderwijsrobot van de Wilfram Basisschool. Het afgelopen jaar ben ik veel in de klas geweest bij alle groepen. Ik heb quizzen gespeeld, met kinderen gerekend en gerijmd. De kinderen hebben mij ook instructies gegeven waar ik goed naar heb geluisterd. Ik heb het reuze naar mijn zin. De Wilfram is top. En hij kan steeds meer omdat de juffen en meesters mij veel leren. Ik leer ook veel van de kinderen. Ik ben klaar. Kijk, nou, dus het mag geen verrassing zijn dat we het in deze uitzending gaan hebben over robots in de klas. De eerste vraag aan jullie, Koen en Tamara. Kunnen jullie een paar voorbeelden geven hoe jullie Tobor inzetten in de lespraktijk? Ja, we hebben de onderwijsrobot ontwikkeld om leerlingen te leren programmeren. Dus dan gaan ze begrijpen hoe de robot werkt, wat de mogelijkheden en wat de beperkingen van de robot zijn. Maar deze robot kun je ook mee gaan rekenen bijvoorbeeld. Of iets met taal gaan doen, quizzen meespelen. En dat wordt ook heel veel gedaan. En Tamara, in welke groepen doe je dan wat? Nou, bij de kleuters gebruiken wij hem als een soort assistent. Dus dan gaat hij met groepjes kinderen aan de slag. En dan hebben wij wat klaargezet. Bij de andere groepen gaat hij inderdaad wat programmeren. Dan gaan ze dat leren. En het is eigenlijk van allebei een beetje. Dus in de bovenbouw gaan ze het vooral zelf doen en daarna testen. En in de onderbouw maken wij wat en dan voelt met de kinderen uit. Dus in allebei de kanten pakken we ervan. Ja. Dus tafels oefenen bij groep 5. Wat ik zeg, bovenbouw gaat zelf programmeren. En hoe doen ze dat programmeren? Dat doen ze in het programma van Koen. In het Robots in de Klas programma, wat geschreven is door Robots in de Klas. Ja. En we hebben daar een mooie blokkentaal voor gemaakt. Ja, een blokkentaal, ja. Zoals Scratch, wat veel wordt gebruikt. Dus puzzelstukjes waarmee je op een heel eenvoudige manier de robot instructies kunt geven. Er zitten plaatjes bij die laten zien in die blokjes wat de robot feitelijk gaat doen. Dus dan zelfs als je nog niet kunt lezen, al heel jonge kinderen kunnen dan met die taal gaan programmeren. Kan je wat meer vertellen over robotsindeklas.nl? Hoe is dat ooit zo ontstaan? Ja, wij waren al heel lang bezig met die sociale robots. Onder andere de NAO. We deden veel wetenschappelijke projecten en allemaal leuke prototypes. Onder andere, wat is de NAO? De NAO-robot is een klein mannetje die we zojuist hebben gezien. Dus Tobor is een NAO. Ja, dat is een type robot. Ja, dat is een type robot.
Een robot die al meer dan 10 jaar in gebruik is. Heel veel eerst in onderzoek is gebruikt. Ook wel in zorgcontexten. Hè, voor ouderen. Wij hebben hem op een gegeven moment ook ingezet bij colleges met studenten. En op een gegeven moment kwam er steeds meer vragen vanuit scholen. Van kun je eens een keertje langskomen met de robot? Nou, dat was natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Maar ik moest er de hele tijd naast staan. En op een gegeven moment kwam Erik Kluipol langs van een stichting, een scholengemeenschap. En die zei van, nou, ik wil gewoon die robot in de klas hebben staan. Nou, dat was het begin van robots in de klas. We zijn toen samen met de scholen gaan ontwikkelen van waar is de behoefte eigenlijk? Wat willen jullie met die robot in de klas gaan doen? En we hebben hem ook robuust gemaakt, zodat ik er niet meer naast hoef te staan. Dat was een grote uitdaging in het begin. Maar nu zijn we zover en kunnen leerkrachten eigenlijk heel makkelijk de robot aanzetten. En dan kunnen ze ermee aan de slag. Ja. Hoe gaat dat, Tamara? Als leerkrachten zoals jij dat heel gemakkelijk kunnen. Ja. Wat doe je dan allemaal precies? Het begint natuurlijk dat je nadenkt over wat je doel is van de les. Dus daar moet je mee starten. Vervolgens ga je nadenken, ja, wat wil ik ervan? Met tafels moet je ook nadenken. Maar hoe wil ik ze laten oefenen? Wil ik ze oefenen met een computer? Dus met een Chromebook bij wijze van. Of met een iPad of met kaartjes die er zijn. En dan eigenlijk alles bouwen. Dus een Chromebook of iPad gebruik je dan ook in combinatie met de robot? Ja, daar kun je een quiz mee doen. Dus dan moet je een quiz maken op een andere site, zeg maar. Die koppel je aan robots in de klas. En daardoor kunnen ze dus allemaal individueel kunnen ze dan die quiz maken. En dan zie je op het scherm zie je ook gelijk hoeveel kinderen bijvoorbeeld antwoord A en antwoord B hebben. Met de kaartjes is het meer in kleine groepjes werken. Dus dan laat ze een kaartje zien aan Tobor en dan reageert hij daarop. Maar alles moet ik dan erin zetten. Dus alles wat hij zegt ook, dus ook de feedback. Bijvoorbeeld, goh, dat heb je goed gedaan. Of, hey, wat jammer, dat is fout. Die feedback moet ik ook allemaal erin zetten. Dus je moet wel helemaal je eigen handelen eigenlijk moet je een beetje erin zetten. Hoe je zelf reageert. En dat erin zetten, hoe doe je dat precies? In je dat is niet in de blokkentafel, die is meer voor de kinderen. Maar wij hebben iets eenvoudiger. Ja, ik weet niet, eenvoudiger is, maar hij ziet er minder leuk uit, zeg maar, dan een blokkentaal. Dan een blokkenprogramma, maar het is bijna hetzelfde principe wel, hoor. Alleen wij kunnen even wat meer invoeren qua quiz. Dus dat is een even andere omgeving, maar bijna komt hetzelfde neer als voor de kinderen. Dus ook weer alle stukjes aan elkaar klikken, zeg maar. Ja. En daar alles invoeren. Dus je bent eigenlijk ook aan het programmeren in je les? Ja, wij programmeren ook, ja. Ja. Ja, van tevoren moet je alles programmeren. Maar het wordt je wel gemakkelijk gemaakt door het programma? Ja, in het begin vorig jaar toen met de pilot, toen moest ik alles intypen. Elk woord wat ik zei en alles en alle bewegingen moest ik nog ook in de teksten typen. En dat was gewoon veel meer werk en ook veel meer werk nu. En nu is het wat makkelijker door gewoon de blokjes te pakken en dan denk ik, oh ja, wacht, die moet ik hebben. En je kan nu meer. Vorig jaar heb ik gevraagd, ik wil graag kunnen kijken met Tobor. En dat lukte nog niet, want het programma is nog niet zo ver. Dus nu kan ik het wel. Dus nu kan ik vooral kijken gebruiken bij de onderbouw. Want dat is voor hun toch wel heel... Ja, dat vinden ze wel leuk en aanraken ook. Want dan mogen ze op zijn hoofd tikken om te stoppen met lopen. Nou, dat is natuurlijk fantastisch dat jij zegt dat hij moet stoppen. En het maakt het makkelijker. Sint Wolfram was een van de eerste scholen die aanhaakte. Ja. Dus daarmee hebben we zelf eigenlijk samen met de school gekeken van wat willen ze met de robot. Wij maakten toen nog heel veel voor de Sint Wolfram. Ja. Maar wat ik al zei, we wouden naar een situatie waarin Tamara het zelf kan. En eigenlijk alle leerkrachten. Ja. En nu hebben we dus robotsintheklas.nl. Dat is een portal. Kun je met een webinterface, dus vanaf een smartboard, vanaf een ander device zoals een iPad of ook een Chromebook. Of eigenlijk elke device kun je ermee naartoe. En dan kun je je eigen lesactiviteit gaan maken. Of een lesactiviteit hergebruiken die Tamara al heeft gemaakt. Want Tamara is heel actief lesactiviteit aan het ontwikkelen. Mm. Superleuk. Maar als je daar minder tijd voor hebt, dan kunnen we ook content delen. Ja, ik deel met de collega's inderdaad. Ja. Ja. Leuk. Ja, ook voor andere scholen die ook een robot hebben nu. Dan deel ik met een paar collega's. En dan kun je weer de basis, zeg maar, gebruiken van de ander. Ja, zo dat scheelt weer. Je taal weer of je kaartjes aan te passen, dat scheelt. Ja, ik kopieer ook heel veel lessen die ik al gemaakt heb, hoor. Dus één keer, het maken de eerste keer is heel veel werk, maar daarna is het gewoon inderdaad aanpassen. Ja, precies. Dus dat steeds meer content komt er eigenlijk. Had jij al ervaring met programmeren of had je helemaal niet? Nou, ik had niet, 2 jaar geleden zijn we begonnen met 3D-print en programmeren. Dus was ik al heel bezig met programmeren met Scratch en dat soort dingen. Dus ik was er al in thuis. Maar goed, ik ben ook ICT-vaardig genoeg om dat snel op te pikken. Dus vandaar dat het bij mij niet zoveel moeite was. Maar collega's hadden daar wel even meer tijd voor nodig. Ja, ja. Maar zij uiteindelijk wel
een stap verder gekomen door zij het ook kon? Nou, in dit geval, in ons geval niet. Want een paar collega's zijn weggegaan die het kunnen. Dus dat is heel jammer. Maar goed, de rest moet ik nu meenemen. En dat gaat me wel lukken. Ja. Vooral nu het een stuk makkelijker is. Want vorig jaar was het veel moeilijker, hoor. Je hebt echt een leuke ontwikkeling, hebben we daar gezien. Ja. En er was één leerkracht die had eigenlijk zoiets van... Nou, die robot vind ik een beetje spannend. Die wil ik helemaal niet aan hoeven raken. Dus jullie zaten er maar aan voor mij in het begin. Maar geleidelijk aan kreeg hij er steeds meer lol in zelf ook. En aan het eind van de rit stond hij gewoon met zijn klas naar een programmaatje wat hij zelf had geschreven te kijken. Van, hé, de robot doet niet helemaal wat ik wou. Jongens, zullen we eens kijken hoe we dat kunnen repareren? Ja. Dus toen was hij helemaal zelf met de robot bezig en had hij ons helemaal niet meer nodig. Nou, precies wat we wouden. Helemaal goed juist. Ja, je moet je gewoon vertrouwd kunnen voelen met zo'n robot. Ja. Nou, het is op zich best een complex apparaat. Maar doordat we het behoorlijk toegankelijk hebben weten te maken, je zet hem aan en je kunt ermee aan de bak en eventueel gewoon een les van Tamara of van een andere leerkracht gaan gebruiken, ja, kun je heel snel al iets doen met de robot. Ja. En waarom hebben jullie gekozen voor deze robot, voor de Nau? Ja, de Nau is een, hebben we gekozen om heel veel verschillende redenen. Deze robot die spreekt gewoon leerlingen enorm aan. Hmm. Het heeft een bepaalde uitstraling, een hoge aaibaarheidsfactor. Dus dat is ook voor jongens en meisjes leuk. Meisjes die vinden het ook fantastisch. Ze hebben helemaal geen drempel om met deze robot aan de slag te gaan. Jongens vinden het ook fantastisch omdat het best een complexe robot is die heel veel kan. Dus het is niet een speelgoedrobotje, maar echt een robot die je met een camera kan laten werken, die kan luisteren, die je kunt aanraken en daar kan hij dan op reageren. Dus dan maak je ook echt kennis met de technologie waar je later ook mee te maken gaat krijgen. En je gaat hier ook echt een stukje interactie mee aankunnen. Dat vinden wij heel erg belangrijk. Heel veel mensen gaan in de toekomst natuurlijk niet allemaal robots programmeren, maar wel iets doen met technologie. En hoe werkt dat dan? Snap je dat dan een beetje? Snap je dan hoe die interactie werkt? Deze robot lokt dat een beetje uit om die interactie aan te gaan en erover na te denken. Wat zie je het doen met de leerlingen? Leren die bepaalde dingen beter door het met robot op te pakken? Nou, je hebt soms leerlingen, dan kijk ik vooral even naar de kleuters, omdat ik daar toen de tijd heel veel mee heb gedaan. Daar zie je heel veel effect, omdat sommige kinderen het nog heel moeilijk vinden met juf, zeg maar, wat te gaan doen. Bijvoorbeeld te leren tellen. En je hebt wel eens leerlingen die heel erg bezig zijn met techniek. Vooral in deze tijd zijn heel veel kinderen heel erg gepakt door. En als je dan zo'n robot in de klas haalt, dan opeens gaan ze wel leren tellen of gaan ze opeens wel met je meedoen, want die robot staat er. Dus het is een hele erg grote motivatie voor sommige kinderen om aan de gang te gaan. En het is gewoon, ja, wat Koen ook zegt, hij is aaibaar, hij is schattig. En alle kinderen die vinden het leuk als hij er is, al zien ze maar, oh kijk, Tower staat er. En zolang ze hem alleen maar zien, dan is het eigenlijk al interessant. Ga je wat doen met hem en wat ga je doen? En ja, ze vinden het mega, mega leuk. Dus dat ding is al een hele grote motivatie om voor kinderen iets te gaan doen ermee. Dus ze willen allemaal wel een keer mee aan de gang. Ja. Dus dat maakt dat het ook, die opbrengst is daardoor denk ik ook groot, omdat het zit meer bij hun. Het spreekt ze ook echt aan. Dus daardoor denk ik dat het een hele grote meerwaarde heeft. En Maria vertelde net echt een heel leuk voorbeeld. We zitten rond Sinterklaas. Je was bezig met de schoen zetten. Tober ging zijn schoen zetten. Ja, hij had eerst in de schoenwinkel een schoen gekocht bij de kleuters. Dat heb ik met kinderen toen even. Ik had al de bewegingen klaargezet en hij hoeft alleen maar te zeggen wat Tober moest zeggen en wat de verkoper moest zeggen. Dus dat is namelijk wat ze moeten leren bij hun. Dat was een doel. En dat heeft hij dus gedaan. Daarna heeft hij zijn schoen bij de open haard gezet. Dus dan heb ik met heel de klas gekeken van wat zijn de stappen die hij moet doen. Dus hoeveel moet hij lopen? Hoe moet zijn hand bewegen? Wat moet hij zeggen? Welk liedje moet hij zingen? En toen hebben we dat samen met elkaar helemaal in het blokkenprogramma gezet. En toen hebben we het uitgevoerd. Twee keer eventjes. Eén keer was testen en de tweede keer ging hij eigenlijk helemaal goed. Dus dat was leuk. Dus ze hebben samen met mij de robots helemaal geprogrammeerd echt. Dus niet zelf, want dat vond ik even nog een brug te ver voor hun. Ja. Maar wel... Maar de groep vertelde jou wat de volgorde was en wat hij moest zeggen. En hoe hij moest stoppen. Ja, met aanraken op zijn hoofd moest hij stoppen. Vonden ze wel leuk, want dan mag je hem aanraken. Dat vinden ze natuurlijk interessant. En aan het einde moesten ze stop zeggen als hij moest stoppen met lopen. Dus we hebben verschillende dingen een beetje erin verwerkt. Ja. Dus, Je hebt hier ook wat kaartjes op tafel klopt. Liggen. Waar zijn die voor? Dat is anders, toch? Ja, dit is voor het kijken. Koen heeft, ik heb er nu 10, maar ik begreep dat er meer zijn van dit soort, het zijn soort QR-codes, hè? Kun je het een beetje zien. En elk dingetje is een ander figuurtje. Even kijken zo. En ik kan in mijn programma dan zeggen dat hij dus bij kaart 85 op een bepaalde manier moet reageren.
En het maakt eigenlijk niet uit wat het erop zet. Maar als hij maar dit kan zien, dus dan moeten kinderen het antwoord zo voor hem houden. En dan gaat hij verder met zijn programma, zeg maar. En dat is dus de kijkinteractie. Mm-hmm. En dan heb je ook nog de taal, volgens mij. Dus je kan ook nog tegen hem praten. Ja, dus ja. Tamara gaf zojuist al het voorbeeld van je kunt hem aanraken. Bijvoorbeeld zijn hoofd of op zijn voeten. En daarmee hem laten stoppen. Maar je zou ook stop kunnen zeggen, bijvoorbeeld tegen de robot. Ja. En dan luistert hij. Ja. Dus hij heeft tast, hij heeft gehoor en hij heeft zicht. Ja, die drie dingen die gebruikt hij om... dan kunnen we opdrachten weer geven, zeg maar. Ja. Ja. Je hebt onderzoek gedaan, hè, naar sociale robots. Dat doet dat nog steeds. Wat zijn nou eigenlijk... Waarom is er... Nou ja, we hebben al dingen gehoord, denk ik, waardoor je aanleiding ziet om te denken van... Nou, dit is wat anders dan als je met een tablet werkt en dan sommen moet oplossen. Dus sociale robot, die heeft wat kwaliteiten... waardoor je op een hele andere manier, denk ik... interactie en met leerstof bezig bent dan als je het op de misschien traditionele manier doet. Ja, nou, helemaal gelijk. Die sociale robot die nodigt interactie uit. Ja, en de basis voor interactie, ook met zo'n robot, is emotie. Dat is zo tussen mensen, maar dat is ook met deze robot. Ja, Tamara had het al over de motivatie en hoe leuk kinderen het vinden. Dat komt door die emotie die zo'n robot oproept. Ja, dus daar maken we eigenlijk een beetje gebruik van. Ja. Kinderen die gaan er ook op projecteren, die zien van alles in zo'n robot. Om een voorbeeldje te geven, een leerling die zag er een yoga-robot in. Nou, die ging zelf aan het programmeren. 15 minuten later was die yoga-robot er en stonden ze met z'n tienen yoga te doen samen met de robot. Nou, je bent zelf dus eigenlijk een beetje aan het ontdekken, aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Wat kan die? Nou, die zijn vrij ongelimiteerd met deze robot. Je kunt er heel erg veel mee. Wij willen zelf ook als robots in de klas... En nog veel meer mee, personalisatie van de robot. Dat hij zich aanpast aan het kind wat ervoor staat. Misschien snapt het kind het even niet. Kan de robot iets reageren erop? Dus er zijn heel veel interactiemogelijkheden met deze robot. En dat maakt het zo spannend. Ja, en dat zijn ook eigenlijk allerlei mogelijkheden die je ook al misschien in traditioneel digitaal leermateriaal ziet. Maar ja, dit beklijft, denk ik. Ja, dit is dus die emotie die dat oproept, die stimuleert dus echt gewoon dat je het herinnert. Het blijft gewoon bij, het is een beleving die je eigenlijk hebt met de robot. Ook omdat het zo tastbaar is. En je kunt hem aanraken, je bent er samen mee bezig. Je komt achter dat scherm vandaan, dat willen we heel graag stimuleren. Ja. Dat je echt gebruik gaat maken van die sensoren. De robot kan bepaalde dingen, kinderen kunnen bepaalde dingen. En we hebben een heel mooi voorbeeld met het samen een boterham met hagelslag maken. Nou, die robot die kan geen boterham smeren. Dat gaat hem gewoon niet lukken. Dus dat moet het kind doen. Dan moet de robot even wachten. Het kind moet weer aangeven van... nou, mag jij die hagelslag eroverheen gooien? Want dat is natuurlijk het hoogtepunt van het hele verhaal. En dan hebben ze samen die boterham gemaakt. En dan zie je ook dat dat echt een sociale samenwerking is geweest. Want heel veel kinderen vragen van... en wie gaat nou die boterham opeten dan? Dat is iets omdat je iets samen hebt gedaan. En die beleving zit er dus achter. Het is natuurlijk niet dat ze echt denken dat die robot die boterham gaat op. Nee, maar hij lijkt natuurlijk ook op een klein mensje. Ja, dat klopt. Ja. En dat is natuurlijk ook een leermoment, denk ik. Dat je, dat je snapt dat een robot niet een klein mensje is in die zin. Dat hij geen eten heeft. Nee, precies. Heel belangrijk dat je inderdaad al die verschillen wel in beeld krijgt. En die ervaar je dus ook. Hè. Dus de robot, daar kun je wel tegen praten, maar hij begrijp je niet altijd. Sommige dingen die hij verstaat, die hebben wij erin gestopt. En alleen op die manier begrijpt hij wat je tegen hem zegt. Nou, dat is ook iets wat die kinderen gaan ervaren. En daar worden de verwachtingen ook weer een beetje bijgesteld. Ja. Wat kan de robot wel? Wat kan hij nog niet? Wat moet je zelf doen om de robot iets te laten doen? Ja, echt een ontdekkingsreis voor leerlingen. Leuk. Leuke voorbeelden. Ja. En ja, ik ben natuurlijk nu... Wietse en ik werken bij Kennisnet. En onze vraag bij alles wat wij doen is dan van... waarom is dit nou relevant voor het onderwijs? Dus misschien kunnen we daar even... misschien kan jij hem even voorzetten. Nou, ik denk dat er al een paar dingen aangetikt zijn... waardoor het denk ik relevant is om er wat mee te doen. Dit is denk ik interessant om te kijken van... Hey, je kunt het ook echt in het onderwijs als leermiddel inzetten... En ik denk dat het ook heel interessant is dat het apparaat heeft andere dingen. Als je een opdracht op een Chromebook doet, dan heeft het een hele andere beleving dan als je dat met een robot doet. Dus er zitten wat inherente kwaliteiten, waardoor het voor leerlingen misschien aantrekkelijker is. Of misschien makkelijker om ermee interactie mee te hebben. Ja. En je bent bezig met programmeren ermee. Wat ook een hele, hele leuke, tastbare, met direct resultaat manier is om dat te doen.
Ja, dat zijn al een paar dingen waar ik denk van, nou, daar is het interessant om hiermee aan de slag te gaan. Nou ja. En ik denk dat het sociale aspect, ik heb ook wel eens voorbeelden gezien waarin wij robots werden gebruikt of beproefd werd of je het ook kon gebruiken, bijvoorbeeld bij leerlingen die een taalachterstand hebben. En dan samen met een robot een verhaal construeren en maken. Dat is ook een, ja, dat is ook dus de aaibaarheidsfactor en de schattigheidsfactor is dan zo hoog. Ja. En daar is natuurlijk een hele leuke variatie op wat jij zegt. Bijvoorbeeld leerlingen die een prestatie maken, die ze dan vervolgens door de robot laten geven. Ja. Daarmee kunnen ze zelf kijken van, hey, hoe komt mijn prestatie eigenlijk over? Ja. En dan staan ze ook vaak heel trots naast de robot te kijken van, oké, dit is mijn presentatie en hij wordt nu gegeven door de robot. Dus dan weer een nieuwe vorm van interactie die we daarmee ontdekken eigenlijk en waarmee je kunt spelen. En Tamara, hoe zijn jullie zo tot het besluit gekomen om iets met een robot te gaan doen in jullie lessen? Nou, ons bestuur, die daar werkte Erik Kleipold toen de tijd nog voor. En die zei van, ja, hij ging met Koen in gesprek. En hij zegt, hij zoekt scholen voor een pilot. En wij zijn vaak wel bij ons op school bezig met nieuwe dingen proberen. Kijken hoe we dat in kunnen passen. En toen zijn we eigenlijk zo, gewoon heel vrolijk erin gestapt van, nou, dat willen wij wel doen. En omdat het ook iets nieuws is. En je kan meewerken aan een ontwikkeling die best wel belangrijk is in het onderwijs, maar ook gewoon in de hele maatschappij. En dat vonden wij wel interessant. Om dat mee te maken vanaf zeg maar van heel dichtbij. En dat is ook wel heel leuk geweest. Nog steeds is dat heel erg leuk. Want deden jullie daarvoor ook al meer met zeg maar computervaardigheden? Ja, we deden al heel veel met precies, met PowerPoint, met PC, zeg maar. Programmeren ook al een beetje met 3D-printen waar we aan de gang begonnen het jaar daarvoor. Dus we zaten al een beetje in die nieuwe geitjes, zeg maar, binnen het onderwijs. We waren een beetje mee bezig. En dit was eigenlijk wel een hele mooie kans. Want dit is natuurlijk niet iets wat je zomaar even erbij doet, maar het is wel... het heeft wel heel mooi resultaat gehad tot nu toe. Hey, en als we dan naar de toekomst kijken, staat dan alleen nog maar een robot voor de klas? Of hoe gaat dat eruit zien? Hebben we nog wel leraren nodig straks? Ja, tuurlijk. Ja, Toberg of de NAO of weet ik veel, elke andere robot kan niet vervangen wat een leerkracht doet. Die kan niet empathisch reageren als een kind valt of als hij zich pijn doet. Dat kan niet, heel simpel. En die kan ook niet zomaar zelf een les in elkaar gaan zetten en zelf gaan bedenken. Dus daarvoor alleen al heb je leerkrachten nodig. Maar het is in één keer een hele mooie samenwerking tussen de leerkracht en de robot. Als leermiddel, dus om het programmeren te leren, maar ook gewoon als assistent bewijzen van om kinderen aan de slag te zetten. Dus het is echt wel allebei. Zeg ik dat goed, Koen? Ja, de robot is wat mij betreft wel echt een leermiddel. Ja. Dus assistent is al een heel groot woord. Ja. En je kunt er samen wel een duo presentatie mee geven als leerkracht, dat is ook leuk. Een stukje laten vertellen door de robot. En dan komt juist je kracht als leerkracht misschien ook weer meer naar voren. Want de leerkracht is er echt voor de sociale cues die er zijn bij leerlingen. Die ziet wat er echt in de klas gebeurt. Dat gaat deze robot helemaal nooit niet zien. Nee. Dus daar hoeven we helemaal niet bang voor te zijn. En we gaan een hoop leren van de technologie met zo'n robot. En waar we naar op weg zijn als samenleving. Hè? Dat is eigenlijk het doel. Niet de vervanging. Je had het net ook over, het is heel motiverend voor leerlingen. Er wordt onderzoeken naar nieuwe digitale leermaterialen laten ook wel zien dat motivatie soms maar een beperkt effect heeft over tijd. Denken jullie dat dit anders is bij deze robot? Dat dit wel blijvend motiverend is als je daar... Stel nou voor, je bent gedurende de hele basisschool leert het met de robot mee. Is de robot nog steeds net zo leuk dan bij leerjaar 8 als bij groep 1? Dat is iets wat ook een hele goede vraag was die wij stelden aan het begin van dit traject. En waar we eigenlijk achter zijn gekomen, is zolang je er maar nieuwe dingen mee kunt blijven doen, dan blijft het leuk. Nou, en omdat eigenlijk die mogelijkheden toch wel vrij onbeperkt zijn, kan elke school er een richting aan geven die ze zelf willen. Kunnen leerlingen er creativiteit mee bezig zijn. Dus je ontdekt gewoon telkens weer nieuwe dingen. Nou, zolang dat blijft, blijft het ook leuk. Ja. En het is ook precies ons doel om het door die hele school heen te laten groeien. Hè? Dus we hebben een hele mooie opbouw bijvoorbeeld in het programmeren. Kleuters kunnen al instructies geven via de kaartjes die Tamara al liet zien. Dus die gaan eigenlijk op die manier al programmeren. Ja. Als je kunt lezen, dan kun je met onze portal aan de slag, met de blokkentalen. Krijg je kleine opdrachtjes, zoals bijvoorbeeld hoe laat je de robot hoofd, schouders, knie en teen doen. Nou, dat kunnen al heel jonge kinderen. Die zien aan de plaatjes ook meteen, oh, dat kan ik ermee. Dus laten we dat eens maken. En dan gaan ze basisconcepten leren als herhaling bijvoorbeeld. Hè? Herhalen van delen van je programma. In groep
7, 8 wil je natuurlijk veel meer uit die robot halen. En dan ga je met die sensoren aan de bak, dan laat je hem lopen, dan ga je hem aansturen door tegen hem te praten. En dat hebben de kinderen dan zelf bedacht. Of ga je hem bijvoorbeeld content laten maken. Dus de robot gaat een quiz doen over aardrijkskunde en dat aan groep 3-4 laten zien. Ja. Dat zijn hele leuke toepassingen waar Tamara ook mee bezig is. Ja, want jullie zijn nu bezig met weer kijken van hoe kunnen we hem nou nog meer integreren in het curriculum, toch? Ja, ja. Nu is het vooral nog dingen die erbij komen. Oh, leuk. Er zitten nog heel erg veel, ook andere scholen nog heel erg aan het, ja, een beetje in de zandbak nog steeds een beetje. En ook nog even kijken van, maar wat kan die dan? Ook zelf nog een beetje voelen. Maar het mooiste zou zijn is dat je dus heel goed onderwijskundig ook de content voor hem gaat maken. Dus wat wil ik doen met wat ik al zei, je doel van je les? Voor welke vakken zou je hem kunnen gebruiken? Dat je ook kinderen van de bovenbouw desnoods in opdracht van een kleuterleerkracht een les hebt maken over kleuren. Zodat de kinderen ook daar gaan nadenken. Maar wat moet je dan doen met die kleuren? En wat is dan voor de kinderen een goede stap? Dus dan krijg je weer een soort samenwerking tussen boven- en onderbouw. De kinderen van de boven moeten met de leerkracht in gesprek gaan. Maar juf, ik heb het gemaakt, is het nu goed? En dat stukje over die onderwijskundige achtergrond, daar gaan we nu een onderzoek mee starten inderdaad. Met Kenneth onder andere. Van hoe doe je dat? Wat is er allemaal al op de markt qua lesmateriaal? Er zijn natuurlijk meerdere aanbieders. Maar wat kan robots in de klas daarin nog meer een aandeel in doen? En het niet zozeer iets leuks wat na een paar jaar eigenlijk in de kast verdwijnt, maar wat gewoon wat blijvend is. Dat je uit de kast kan pakken die map en zeggen, oké, dat ga ik ermee doen. Die en die stappen moet ik volgen, bewijs van zoiets. Ja. En dan ook voor de kernvakken, toch, begrepen? Ja. Dus niet alleen maar computational thinking juist. Dat is eigenlijk middel. Dat zou een middel kunnen zijn. Je kan op alle soorten vlakken kunnen gebruiken in het onderwijs. Dus en dat zou ik juist zo mooi vinden, dat je hem dus op alle onderdelen gaat gebruiken. Dat is voor veel scholen ook nog een stukje uitdaging. Van hoe gaan we precies inzetten en welke keuzes moeten we maken? Ja. En gaan we meer met een 3D-printer aan de bak? Of gaan we met de nanorobot? Of misschien moeten we toch nog een andere robot erbij hebben? Dus een soort van keuzestress voel ik wel. En scholen kunnen niet altijd die keuze maken. Gaan ze misschien alles maar uitproberen. Mm. Nou, het zou goed zijn, denk ik, als we met z'n allen een beter beeld krijgen van hoe we de onderwijsrobot als leermiddel kunnen gaan inzetten. En dat die continu terugkomt in het lesprogramma. Dus echt een lesplan realiseert voor bijvoorbeeld een kernvakkers rekenen. Maar het kan ook thematisch zijn. Het kan over de seizoen in het jaar gaan. Of over fenomenen zoals het weer, et cetera. Dus je kunt daar heel veel kanten mee op. Ja, en ik denk sowieso het feit dat je achter het scherm vandaan tot dat je met spraak bezig bent. Ja. Dat zijn sowieso dingen die, er komen heel veel denk ontwikkelingen samen in zo'n robot. Ja. Kunstmatige intelligentie, Internet of Things, robotica aan zich, zeg maar. En die andere vorm van interactie, die verbreedt denk ik de kracht van digitaal leermateriaal. En dan kunnen we ook inderdaad digitaal leermateriaal misschien als definitie wat verder opschuiven dan alleen maar iets wat je achter een device doet. Maar dit is ook digitaal leermateriaal. Ja, klopt. Nou, ik vind dat een hele goeie. En we gaan hopelijk een beetje meer weg bij dat interactieparadigma waar we allemaal zo gewend aan zijn met die schermpjes en veldjes waar je iets moet intypen en knopjes. Nou, weer spraak bijvoorbeeld. Ja. Of iets laten zien aan zo'n robot. Dat is veel natuurlijker eigenlijk. Ja. En dat roept ook veel meer creativiteit op. Oké, ik wil je ontzettend bedanken dat we hier ook mochten zijn, Tamara, op het de Sint-Wulfram. Ja. Voor jullie bijdrage en interessante gesprekken. Hele mooie inzichten. Als mensen meer willen weten over robots in de klas, dan kunnen ze naar robotsindeklas.nl. En als je meer podcasts wil luisteren, dan kan je naar het Kennisnet podcastkanaal. En dat is te vinden via kn.nu/kennisnetpodcast. Als je wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat via Twitter, @kennisnet. En hopelijk tot de volgende keer. Dank u wel. Ik ben hier heel erg blij mee. Ik ben klaar.